mensen, we zijn terug bij Honger dan 8. Zoals jullie kunnen zien is het wel bekende menu. Dit is episode 2 van Honger dan 8. En de load game. Ja, we zitten bij Wessex. Het is een lichtblauw dorp, edel land met rare vorm. Maar we gaan beginnen en de ruler van hier is Egbert. En zijn defenses zijn wooden towers, dus het is wel een true challenge. Dus we gaan het proberen. Play game. Level 2, Wessex. Oké, we beginnen. Zoals altijd maken we van het begin wat tijzen. Oh, wat, ze praat als eerst. Dit is je final battle, boy. Nou Egbert, die ga je niet overleven. Oh nee, zoals jullie kunnen zien is hier de archers van Egbert. En oh nee, hij stuurt mannen met stokken. Oh ja, als jullie afvragen wat die vlag betekent, zover kunnen we bouwen met onze granieten blokken en stuff. En zo moeten we meer tijzen maken. Tijzen zijn heel handig voor het begin. En als je heel veel tijzen bij elkaar hebt, is ook best sterk. Die gaan altijd op wijven af, maar die zijn geen wijven, dus daarom zijn die zo handig. Of ze gaan op mannen af en daarom zijn ze zo handig. Hey jongen, vind je niet? Oké, hij is. De mensen van vandaag van in het gesprek zijn een beetje verlegen kennelijk. Ja. Behalve Dennis. Nee. Ja, poepen. Ja. Dennis moet kennelijk naar bed. Nee. Oh. Maar Egbert zei van wel. Ik kan niet tegen jou. Oh. Nee. Ik kan tegen mijn moeder. Nee. Ja. Egbert. Zeg tegen jou Egbert, kijk wat ze zegt. Nee, ik pier natuurlijk. Zal ik dat tegen haar zeggen? Nee, zeg Egbert. Nee. Zit er van, oh. Dennis, hoe ken jij Egbert? Dat is mijn van middelbare schoolvriendje. Vriendje, ben je homo? Ik ga heel veel tijzen maken om Arthur te defenden. Dennis. Dit is een beetje intense commentaar, want dit was net heel intens, want Arthur werd een beetje gedamaged en nu heeft hij zijn scheiding of zijn haar heeft hij veranderd. Oh nee, de archers proberen mijn leger van Tyson te killen, maar zoals jullie weten werkt dat heel goed, mijn leger van Tyson. En nu heb ik mijn eigen welbekende archers met ghetto blasters. De publiek, zoals ik al zei, is vandaag best stil. Zoals Cas, heeft u iets te zeggen? Dennis, heeft u iets te zeggen? Joris, Thijs, iemand. Oké, we gaan weer verder. Met meer archers. Voel gerust om alles te zeggen wat jullie willen. Alles wat binnen. Oké, alles wat binnenkomt uit je longen. Wat je voelt, heel diep in je. Mijn leger van Thijsen werken goed. Mijn leger van Thijsen gaat nou op Egbert af, want kennelijk zijn hij jongen. Dus daarom houdt Thijsen daar zoveel van. Shut the fuck up. Ach, Dennis. Als jullie weten, Dennis is een welbekende jongen. Ga naar Master Sammy en zie jullie zijn mooie, bijzondere gezicht. Het is heel speciaal, want hij... Oh, Egbert gaat dood! Oh my god. He is finally defeated. Egbert. 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 Why? Kijk, het publiek vindt ook kut dat Egbert dood is. Waarom? Kas! Hey babe, zie me twerken, yeah? Kas! Ik moet gaan. Ah! Oh, nou. Hallo.